De 24-jarige haatverdachte stemde Joet in mei een onderzoek in het Pieter Baan Centrum op verziek van het gerechtshof. Het hof is de laatste feitelijke instantie. Dat betekent dat je alles op een rij moet zetten. Dus ook wat de persoonlijkheid van de verdachte betreft. En ook bij een ontkennende verdachte, wat ook wel vaker voorkomt, is belangrijk dat het hof zoveel mogelijk informatie ook over zijn persoonlijkheid heeft. De 51-jarige Marinus Ooms waard haast 4 jaar in zijn wenning in Houderwijk oervallen en delstutsen. 3 mannen binnen daarvoor veroordeeld tot 10, 15 en 18 jaar. Deze dagen wordt het hoger beroep behandelen. Door het nieuwe PwC-onderzoek van de haatverdachte, die het ek in Houderwijk wennen had, wordt de zaak op een nij uitsteld. Voor mijzelf best een tegenvaller. Ik ben best niet teleurgesteld, wel heel verdrietig dat we er nog geen einde aan kunnen maken. En dat doet best pijn weer, dat het weer een half jaar langer gaat duren. Neffens Ooms is het een bewuste actie om Wielstraal 16 Sittings Westhaven nog eens de rechtszaak te traineren. Dat wordt lykwijls ontkend. De familie wens ik ook geen uitstel toe. Alleen, we moeten ervoor waken voor foute beslissingen. Het is een zoektocht naar waarheidsvinding. En iedereen is erbij gebaat om een heldere beslissing, een helder beeld van mensen te krijgen.